Vier. Ik ga vandaag met jullie kijken bij rekenen naar blok 3, week 1, les 4. Pak het er vast bij in je boek. En je gaat ook voor je pakken de volgende spullen. 1. Je wisbordje en je stift. 2. Je rekenrekje of je kralensnoer, als je die hebt meegenomen van school. En je pakt ook voor je andere rekenspul. Heb je even de tijd nodig? Zet het filmpje op pauze. Dan ga ik nu verder. Wat gaan wij leren vandaag? Wat gaan wij doen in de les? Dus wat leer jij? Je gaat leren hoe je plussommen gaat maken over de 10. Dus dat betekent sommetjes erbij waar meer uit gaat komen dan 10. Dit hebben wij al een keertje geoefend met elkaar. Met sommetjes erbij, maar ook met sommetjes eraf. Kijk met mij mee naar opdracht 2. Daar staat een sommetje. En dat sommetje is 9 erbij 6. Ik heb 9 snoepjes in mijn bakje. Ik heb 9 pannenkoeken al gebakken. Of bedenk wat anders leuks. En daar komen dan 6 snoepjes bij. Ik ga het voordoen op een getallenlijn. Kijk mij mee. Wil je tussendoor het filmpje even op pauze zetten? Doe dat dan gerust. Dit is de getallenlijn waar we mee gaan beginnen. Ik heb 9 snoepjes in mijn bakje. En daar gaan er in totaal 6 bij komen. Als je het misschien wel hebt onthouden van de eraf sommetjes, is dat wij altijd eerst naar de 10 gaan. Om van de 9 naar de 10 te gaan, maken wij een klein sprongetje van erbij 1. Dus ik heb al een snoepje in mijn bakje erbij gedaan. Dan hoef ik er niet meer 6 in het bakje te doen. Maar ik hou nog wat over. 1 heb ik er al in gedaan. 5 moeten er nog bij. Als je hier goed kijkt, in wat ik nu omcirkel, heb ik iets gedaan wat wij al heel vaak met elkaar in de klas gedaan hebben. Dat is de getallen splitsen. En dan vooral handig splitsen. Wij zijn hier makkelijk naar de 10 gegaan. En dat ene snoepje zit er al bij. Nou, nu ga ik een grote stap maken van erbij 5. Als ik 5 erbij optel, kom ik uit op 15. En dan is dus 15 mijn antwoord. Dit kun je doen op je kralensnoer. Dit kun je doen op je rekenrekje. Maar dit kun je ook, zoals ik hiervoor heb gedaan, doen op de getallenlijn. Wil je nog een keer de uitleg opnieuw kijken? Spoel dan even terug in het filmpje. En dan kun je alles stap voor stap nog even een keer bekijken. Dan ga ik nu door naar de opdracht die jullie gaan maken. Kijk mee. Bij opdracht 3 ga je maken erbijsommetjes. En deze erbijsommetjes gaan over de 10 heen. Dat betekent bij de 8, bij de 9, bij de 8, 7, 6, 7. Nou, alle getallen die hier vooraan staan, is dat we eerst naar de 10 rekenen. En daarna kijk je wat er nog bij komt. De split slim. Wat ga jij nu maken? Als eerst maak je opdracht 3.
Ben je klaar met opdracht 3? Maak je opdracht 1. En opdracht 1 ga ik nu even naar kijken met jullie. Opdracht 1 is iets wat eerder deze week ook al een keer aan bod gekomen is. En is iets wat we eigenlijk al wel een beetje kennen. Je begint bij 0. We maken sprongen van 10. We maken een hupsje van 5. Of we maken kleine stapjes van 1. Maar let op. Bij C, bij D en bij E gaan ze uiteindelijk nog wat stapjes terug. Probeer als je dat fijn vindt het uit te schrijven. Dus eerst de sommetjes erbij. Daar komt een antwoord uit. En daarna haal je er wat af. Kun je dit in één keer uit je hoofd? Doe je het lekker uit je hoofd? Dus wat ga je maken? Opdracht 3. Daarna opdracht 1. Groep 4. Heel veel succes. En ik zou zeggen, ga lekker aan de bak.